Nou, ik leerde jullie kennen al inderdaad heel snel in 1998, want daar, toen waren jullie heel actief met die beukenlaan, hè? De bomen die volgens de gemeente helemaal rot waren en eigenlijk weg zouden moeten en waar jullie voor gevochten hebben. Met denk ik steun ook wel vanuit de politiek, want dat kostte natuurlijk ook een duit. En dat is de goede kant toen uitgegaan, naar jullie tevredenheid en volgens mij ook naar de tevredenheid van de gemeente en van ons als politici. En het vervolg was eigenlijk de boerderij en het hele gebied waar jullie mee aan de slag gingen. En tot leven wilden brengen met heel veel vrijwilligers, geweldig, uit Tongeren, maar ook verder. De spanning zat er met name op die boerderij. Want die was wel nodig om het gebied, het groendomein, tot leven te brengen. Maar de gemeente had afgesproken, die moesten op vastgoed geld moest er in het laadje komen om de bezuinigingen te betalen. En die moest betaald worden door de hoogste bieder. Dus die moest voor veel geld moest die boerderij verkocht gaan worden. En ik denk door jullie toedoen, maar ook door toedoen van de toenmalige stadsdeelcommissie waar Tongeren, waar ik voorzitter van was, en de mensen die daarin zaten, zijn we langzaam er toch toe gekomen om te zeggen van laat ze maar een project maken, laat ze maar een plan maken. En daar willen we heel graag naar kijken. En dat liep redelijk stroef, niet van jullie kant uit, maar vanuit het gemeentebestuur uit. Want de toenmalige wethouder, die verantwoordelijk was voor de verkoop van het vastgoed, die bleef eigenlijk maar vasthouden aan, er moet zoveel mogelijk geld binnen geharkt worden. En door de contacten die wij al vanaf 1998 met jullie hadden, vanuit mijn fractie, het CDA, maar dan hadden ook andere partijen hadden die contacten met jullie denk ik goed opgepakt, is er heel regelmatig ook over de boerderij en het hele domein gesproken. Het was niet alleen natuurlijk de boerderij waar het om ging, want die wilden jullie graag hebben voor jullie plannen, maar het ging om het hele groendomein, het behoud van de natuur, van de natuurhistorie, van de cultuurhistorie, de boerderij. Maar later zijn er ook delen nog van het kasteel, het hof gevonden. Hè? Maar het kreeg ook een sociaal-maatschappelijke functie, doordat Meijaren zei van, nou, wij willen wel participeren in het project door mensen hier, zeg maar, te laten werken, op weliswaar op hun niveau, maar mee te laten draaien in het concept voor de gasterij bijvoorbeeld, voor het restaurant. En toen wij van die plannen hoorden, was het voor ons heel duidelijk. Je moet niet alleen kijken naar wat die boerderij oplevert, maar je moet kijken wat het hele project oplevert. En dan niet zozeer qua geld oplevert, maar meerwaarde voor Tongeren, maar eigenlijk voor de hele stad. En dat is de reden waarom wij ons toch redelijk verzet hebben tegen de wensen eigenlijk van de wethouder vastgoed. Om het door de hoogste bieder te laten kopen. Het was met name, denk ik, in mijn herinnering, onze fractie van CDA, de PvdA, D66, die een beetje de voortrekkersrol hadden om te zeggen, laat ze nou die plannen eerst eens ontwikkelen en laat ons daarnaar kijken en verkoop die boerderij nu nog niet. Maar laten we die discussie in de gemeenteraad hebben op het moment dat die plannen zijn ontwikkeld. En er is toen de tijd ook op een gegeven moment een motie door het CDA, PvdA en D66 ingediend om tegen de wethouder, tegen het college te zeggen, pas op de plaats, wij willen eerst die plannen zien, we willen zien wat de meerwaarde van die plannen zijn en dan kan er pas een besluit komen over het verkopen. Nou, uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen, heeft het groendomein zeg maar een goed plan opgeleverd. Hadden ze maar heel weinig tijd voor, maar het was een goed plan. En uiteindelijk zijn jullie daarmee aan de slag gemogen. En is de boerderij ook aan jullie verkocht. En wat is er mooier als er vanuit de samenleving dit soort projecten ontstaan? Dat wil je toch juist als gemeente? En je wilt toch juist ook luisteren naar je inwoners? Nou, daar was het groendomein was daar een hartstikke goed voorbeeld van. En nog steeds, want het functioneert nog steeds geweldig.
ben pas nog hier geweest voor de concerten van de Effenaar die op het Wasven plaatsvinden. Nou, geweldige sfeer, hartstikke leuk, kleinschalig. Het doet de natuur geen geweld aan, want iedereen zit gewoon rustig, lekker in het gras te luisteren naar muziek. Dat was gewoon een prachtige happening weer. Grows old.